kabinet mag nog wel een beetje kleur krijgen. Dat is nog allemaal heel... Ja, die zijn daar net begonnen en er gebeurt nog niet zoveel. Dus ik hoop dat daar wel wat sappige dingen gaan gebeuren. En leuke uitspraken en gekke maatregelen en bijzondere rellen en akkefietjes. Dat PSV kampioen wordt, hoop ik eerlijk gezegd ook op. Mijn eerste verwachting en tegelijk hoop is dat in 2018 er een volledig eerherstel zal komen voor Julio Potsch. Ik denk dat we wat meer gaan betalen voor media. Dat vind ik echt heel goed nieuws. Dus we zijn eraan gewend dat alles gratis is en meestal ook niet zo goed is dan. En dat vind ik eigenlijk weer heel goed, want daardoor wordt echt de onderzoeksjournalistiek, echt iets uitzoeken, feiten, wordt weer gewoon, ja, dat krijgt weer een prijs.